aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers, het is weer zo wie het aanpoten met Ton. U heeft dat andere paard gestuurd, dat heeft dat gezien, de tuin wat die kinderen hebben gemaakt, dat fruittuintje. Nu kan ik ook zo'n boom gaan halen. Even kijken hoe Diana is. Hey, goedemorgen Diana. Goedemorgen Ton, hoi. Oh, kijk eens, maar ik stond op perplex van wie mooi dat tuin hier geworden is. Ja, alles het onderhoud nodig, Ton, dus met name de tuin. Belangrijk nu natuurlijk is de hagen te snoeien. En heesters wat gebleut hebben nu meteen goed fors terug snoeien. Krijgt ze natuurlijk nu je bloei komend jaar. En nu zijn we vol verwachting het wachten op de bloemen van de hortensia's. Dus, ja, dan kunnen ze maar zien wat een beetje knippen, wat het schoon kan maken. Ja, nu hoeveel er begin ik moet eigenlijk ook naar de kapper toe, dat werkt ook schoon. Ja, Ton, doe heb ze misschien ook af en toe ongerood nodig. Nee, misschien, dat is wel zeker. Maar wat hebben ze dat er een chic beeld stonden? Ja, prachtig inderdaad. Het is een hele mooie invulling van de tuin. Heb ze zelf model voor gezet? Ja, dat kunnen we misschien eens aan de kunstenaar gaan vragen. Dan gaan we eens even naar de kunstenaar. Zal ik toch eens model kunnen zitten? Ja, dat gaan we eens vragen aan hem. Is goed. Ja, Diana, hoe zijn je vreugdes? We zijn op dit moment bij de familie Ter Heurene. Saf Ter Heurene Mariaat. En daar hebben we hem. We hebben hem gevonden, zeg. Ja. Goedemorgen. Volgens eens komen kijken naar de beelden. Dat kan. Dat kan, ja. Ja, zo gek veel heb ik er hier niet. Dus ik heb er twee bij Diana staan. En hier heb ik er nog twee. Ja, het is zo'n model wat ik daar zie staan, zeg. Ja, daar had de vrouw toch heel lang moeten zitten. Ik vroeg het me gelaaf. Maar dat liet me wel een leuke bezigheid dan. Jawel, dat is heel leuk. Ja. Nee, maar dat doen we al vanaf mijn 50ste, dus dat is al ongeveer 20 jaar al. Hè. Ja. 20 jaar zit je dan met bezig? Ja. Als je dat model daar zo bekijkt, dan heb ik er aan mijn model heel weinig. Ja, daar heb ik veel steen voor nodig dan. Heb je wegen ook al gezegd, ik heb er ook geen van. Ik heb me nooit van mezelf gemaakt. Dus ik ben wel een beetje op vrouwen gericht. Joh. Dat is wel een beetje een probleem voor veel mensen. Nou ja. Een keer ging er hier op de school van de school hier worden. Dan zei een van die mensen, meester, die maakt alleen maar blote vrouwen en met platte tieten. Hebben ze een keer een bol gemaakt met een vrouw zittend er tegenaan. En toen meende ik dat nu ook zo te maken. Maar ja, toen bleek dat dit leuker was door die vrouw. Door dat hele beeld te kantelen. Dus nu leek ze op de ballen. Maar de bedoeling was, ja, dit is het één stuk. Hè. Dus dat is eigenlijk de moeilijkheid om daar toch een mooie bal te krijgen. En toch die figuur er tegenaan. Oh, maar daar was ze toch een hele tijd aan bezig dan? Ja. Maar er zaten nogal eens wat foutjes in de steen. De steen is niet geweldig. Dus zeker dat er hier beschadigingen zijn door het weer. Die moesten dan ook eerder... om de twee jaar toch minstens even opschoeren en dan goed behandelen dat er eigenlijk in dit klimaat dat er dat toch een beetje tegenkomt. Misschien 30 jaar geleden ben ik eens in contact gekomen met Joop Uthes. Nou, toen ben ik toch gaan kijken en dan ben ik nooit meer weggekomen. Joop, dat duwde me in een klot klei in de hand. En dan zag ik begin doen, maar eens. Nou, en als je Joop Uthes kent, een fenomenale man, echt een hele dikke vriend geworden. En ja, daar heeft me eigenlijk het beeld over geleerd. Ja, ik zie het, ja. Ja, dat zal mij ook het hart van opkomen, om het beeld over te kunnen weren. Zo'n beeld heb je wel een grote tuin voor nodig. Als dat hier zo bekijkt, is toch ook een stuk zo'n groot, hè? En het leuke is, als ze gaat groter zijn en de tuin is gaat groter, past dat ook beter. Hè? Die combinatie is wel hartstikke leuk. We hebben hier een kleine boomgaard. En vorig jaar hadden we heel veel fruit en
toen zei de vrouw, oh, die doen geen inmaken. Ja, maar ja, fruit kun je niet zomaar, dus daar hebben ze toch insecten nodig. En toen heb ik 2 jaar geleden, nee, vorig jaar, daar heb ik hoog achter in de wei had ik een stukje groente. Of daar had ik eigenlijk een grote composthoop, daar heb ik opgeruimd. En de groentjes bleven liggen en toen heb ik wel bloemen erin gezet. Nou, dat was zo leuk en ook opnieuw op het voorjaar, daar komen er allemaal bloemen op. En er zaten heel veel insecten op, toen dacht ik van, oh, dat zou leuk zijn als ze daar gaat met de kinderen van de schoolhief en de slecht, dacht ik, als ze die door kindbiekens betrekken. En dan zou ze een insectenhotel maken en dan zou ze die wij gewoon inzaaien met bloemen. Ja, hoe heb je dat hotel zo? Ja, dan kom maar even metlopen, dan zorg ik dat zien. Jongens, ja, hier langs komt vooraan ja. Bij het grote hotel. Hè? Ja, hier is het. Nou, en ja, ik ben een de, ik kan niet zomaar het allemaal erin duwen, dus ik heb geprobeerd om een beetje ja, komisch te maken. Ik heb toch gezicht ingemaakt van een aap. Als, ja, ik weet niet of dit dat goed is. Dit is dus het apen-insectenhotel. Apen-insectenhotel. Dus hier is de moen en dat zijn de ogen en de naas en de oren. En deze putjes, ja, wat is dat? Zijn dat de krullen? Ik weet het niet. Maar goed, die zijn bedoeld dat de oorwormen erin kunnen komen. En dan heb ik jongeren het steen gelacht en die werden door de zon werden die eigenlijk overdag goed warm. En dan s'nachts gloeien die nog en nou. En dan kroep als het goed is, dan zouden we door ja, weet het, salamanders en zo, het zouden we door in kunnen kroepen. Ja. Dus eigenlijk is het een alvoorzienend hotel? Ja, ja. Van alles moet zich daar in huisvesten. Ja, dat zou het leukste zijn. En ze zeggen ook, je moet eigenlijk iets ervoor spannen. Want de specht die heeft dat ook gern natuurlijk. Die proberen die... Ja, dat hebben we dan eigenlijk niet met zonneren eten. Ja, en die zitten geregeld spechten. Dat is ook een leuke die van dit gebied hier. Dat is hier met de bosrand. Hier zit de wielenwaal zit hier. En, ja, en de boontjespecht, de groene specht zit hier. En dus hier is nog een langer te doen hier op de slek. Het is hier fantastisch wonen. Ja, ja, nee, dat moet ik zeggen. We wonen hier ook al, kijk, 42 jaar maar jet. Dus ja, we wonen er hier. Zullen we ons nog niet gaan wegkrijgen die, of ze moeten ons afvuren. Als je weer aan de gang gaat en je hebt een fijn model hier, ja. Bel me hier even op, ja, het maakt me niet uit, dan kom ik weer een tasje koffie drinken. Ja, dat is goed, dat doe ik. En ik heb ook nog wel een flinke steen als ik je goed moet houden. Dat werd een hele grote. Nou, het was hartstikke gezellig dan en Diana. Ja, en ik zou zeggen, kom nog eens over een maand terug als die bloemen gaat hoger staan. En, dan kunnen we dan eens geen bloempjes plukken, tenminste als de bijen geweest zijn. Ja, en dan kunnen we een stukje keerse vlaaien eten tegen de. Ja, tuig, och joh, die zijn nu al binnen riep, dus over een mond zijn die zeker goed. Dan komen we langs. Ja. Ja. Bedankt voor de info en in ja, gezondheid. Ja, gedaan. Ja, het was wel leuk, beseffen, ja, Diana. Ja, altijd gezellig toch, echt. Altijd, ja. Ja, en hoe je eigenlijk voor ben gekomen? Annie had dat allemaal gezien, die fruitbummie planten en die kinderfruitbomentuin. Hè? Ja, inderdaad. En we zeiden tegen mij, gang er eens even her, want ik wil er ook een. Ja, ja, we zijn al een heel stuk opgeschot. Gras is groen, zoals ze zus. Ja. We hebben nog een keer gemaaid. En lavendeltjes van Zino stond klaar. Die moeten nog gepoot worden, her en daar ertussen. Hè? Ook voor de luus natuurlijk en ook voor de bestuiving. Bosbessen zitten al volop benut in de vruchten. Mm. Aardbeikjes hebben we goed verzorgd al. Is Janu eigenlijk met bezig geweest. Alle onkruid troet, want dat groeit hier net zo goed wie in ieder andere tuin ook. Soms nog wel meer. Frambozen bijvoorbeeld, dan denkt men dat ze kapot zijn, maar die komen van onger op vanuit de grond gewoon, die wortelen. Dus die komen er weer nu in? Ja, die komen er wel nu in. En het is nu natuurlijk het eerste jaar, de eerste aanpoot. Mm-hmm. Dus echt massa's fruit hebben we dus nog niet. En, nee, dat is gewoon ja. Te kijken met mijn eerste vlees. Kessen hebben we wel, Ton. Heb je dus, wel ja, kessen? Ja, ik heb kessen. Oh. Ja. En genoeg van mijn vlees? En
misschien had je nog voor op één stuk vlaai. Oh, op één stuk? Oh, dat werd moeilijk bakken. Ja. Ja, dus de buim zit allemaal goed aan. Ja, eigenlijk allemaal goed aangegangen. De ene fruitboom heeft fruit te angeren neer. Dat heeft wel met de bestuiving te maken. En daarvoor zijn nog die insectenhotels. Ja, dat vond ik heel interessant. Ja. Zo'n insectenhotel. Maar ja, ik heb bloemjes staan. Dus van die kant denk ik dat je niet nodig hebt voor een appelboom te zetten. Nee, zeker niet. Zou een appelboom staan? Ik heb hier ook appelenboom staan. Ja? Ja, drie appelboom. Drie? Ja, drie soorten. Ja. Oh. Ja. Dus... Oh ja, zin het, ja. Die zijn inderdaad alle drie mildo-resistente buim. Dus die zijn ook. Die hebben ook geen mildo erop. Dat is weer een voordeel. Mm. En ja, even afwachten. Helaas geen fruit dit jaar op deze buim. Nou, dat vind je dus heel jammer. Maar het is zo, hè, een appel elke morgen, bro, dat vergeet voor de hele dag te zorgen. En ik pluk er me even in een draaf, hè, jongens. Hé, hey, kijk, en zo reuze. Ik zal zeggen, tot de volgende keer. Bie. Aanpoten met Ton Diane en een appeltje voor de dorst. Laat ik smaken. Tot dan en een gezondheid. Hè. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.